Het is zaterdagavond, het zonnetje schijnt, het is het begin van de avond. Normaal zit je dan lekker op het terrasje in het zonnetje, maar ja, helaas is dat er nu niet bij. Dus ga ik even op pad met de camera. Dat leek me ook wel even leuk, want het lijkt erop dat het een hele mooie zonsondergang gaat worden. Dus ik neem je even mee om te laten zien hoe ik dat doe en hoe dat er gaat. Thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Aangezien het vandaag de Nationale Windmolendag is, ben ik naar een windmolen toegereden, een oude Amerikaanse windmolen in de buurt van Drachten. Ik heb een spul opgesteld. En waar je vaak mee zit met zonsondergangen, is dat je de lucht mooi hebt en dan is de voorgrond veel te donker. Of dat je de voorgrond mooi hebt dat de lucht veel te licht is. Daar heb ik een oplossing voor. Live there. Nou, het is eigenlijk een soort gedeeltelijke zonnebril voor je lens. Dit is hem. Het bovenste deel dat blokkeert zeg maar een gedeelte van het licht van de lucht, waardoor die wat donkerder wordt. En het onderste deel is gewoon doorzichtig. En dat is voor de voorgrond, waardoor het eigenlijk allemaal weer mooi in balans is. De lucht wordt niet te licht en de voorgrond kan ook genoeg licht van komen. Nou, het is ongeveer nog een half uurtje, dus ik zal de camera even instellen en dan ben ik er helemaal klaar voor. Zo'n filter die ik nu op mijn lens heb zitten, wordt wel een graduele ND-filter genoemd. Gradueel betekent dat hij verloopt en een ND-filter is een filter die licht tegenhoudt. Ik heb ze er beide op zitten. Er zijn namelijk twee soorten, een soft en een hard. Dat gaat over de rand. Bij de softe verloopt het langzaam van donker naar licht. En bij hard, precies het tegenovergestelde, is gewoon een harde lijn tussen het donkere deel en het lichte deel. Ik zal je even het verschil laten zien. Dit is met beide filters die ik nu op heb. En dit is zonder. Ze zijn beide op exact dezelfde instellingen geschoten. En daar kun je dus mooi het verschil in zien. De filterset die ik gebruik is een set van Benro. Dat is de Bass Milker filterset. En in die set zit een filterhouder. Daarnaast zit een bewaaretui voor de filters. En je krijgt er drie filters bij. De eerste filter, dat is een twee stops hardverloop ND-filter. Hoe meer stops, hoe meer licht die tegenhoudt. De tweede is een drie stops zachtverloop ND-filter. En de laatste die je erbij krijgt, is een zes stops, een niet-graduele filter. Dus die houdt gewoon al het licht tegen wat anders door je lens was gekomen. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken als je een waterval hebt, want omdat die al het licht tegenhoudt kun je dus een langere sluitertijd gebruiken. Dan krijg je mooi van die vloeiende lijnen op foto. De adaptering moet je er los bij kopen, want dat wisselt per lens. Ik heb een 77 mm adaptering. Dus dan moet je naar de filtermaat van je lens kijken en dan de bijpassende adaptering kopen. En als je die filters dan goed uitlijnt met de horizon en je trekt hem er even door Lightroom heen, dan krijg je een foto zoals deze. En zo leg ik dus mijn zonsondergangen vast. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen bijbrengen over het gebruik van filters. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. So far, to harbor life.